Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag werk ik niet alleen, maar samen met mijn zusje Roos. En wij gaan vandaag iets super cools doen. Wij gaan vandaag slijm maken, al gaan wij dit niet helemaal zelf doen, maar dat gaat deze unicorn doen. Hoe cool is dat? Ben je nou benieuwd naar de video en naar deze coole unicorn die slijm gaat maken? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren en let's get started! Wij hebben hier een Poopsie Surprise Unicorn. En dan denk je misschien, wat heeft dat te maken met slijm? Nou, hier zit dus een hele coole unicorn in, oftewel een eenhoorn. En wanneer deze eenhoorn eten geeft, poept die slijm uit. En dit slijm kan allerlei kleuren zijn. En vervolgens kan je met verschillende poeders het slijm ook nog een andere kleur laten worden. Kan je het beglitteren met sprinkles en glitters. En het is gewoon heel erg cool. Superleuk! Er zit een superleuk unicorn in deze doos, maar welke weten we nog niet? Er zijn namelijk 4 verschillende soorten unicorns. Ik ga ze even voor jullie opnoemen. Dazzle Darling, Rainbow Bright Star, Oopsie Starlight en Whoopsie Doodle. Ik ben heel erg benieuwd welke unicorn er in deze doos zit. Ik ook. Dus laten we maar gaan uitpakken. Het is nu tijd om de doos te gaan uitpakken. En er staat nog iets heel erg leuks op. Namelijk 25 Magic Surprises. Oftewel, er zitten dus 25 cadeautjes in. Ik ben heel erg benieuwd. Jij ook? Jazeker. We zien hier een lipje en daarmee kunnen we het verpakkingje open gaan maken. Dus laat ik maar gaan trekken. Hier ook! Oh, hij valt al. Hier zit er ook eentje. Dan gaan we nog wat verder. En hier is het drinkflesje. Oeh, super cool. Dan hebben we hier het borsteltje. Ik denk voor het haar van de eentje. Ja, dus hij heeft ook haar. Super leuk. En dan hebben we hier tot slot nog het shirtje. Dus dan kunnen we ook gaan aankleden. Super leuk. We hebben de verpakte cadeautjes even aan de zijkant gelegd. Want we gaan eerst de doos openmaken. Want ik ben super benieuwd welke unicorn we hebben. Ik ook. Dus we gaan de verpakking losmaken. Ik zie al wat. Kijk. Wat cool. Hij heeft gewoon rainbow haar. En dit betekent dus dat wij de Rainbow Bright Star hebben. Wat een coole unicorn. Super leuk. We gaan hem even uit de verpakking halen. Als dat lukt tenminste. We halen gewoon het plasticje eruit. En dan moeten we alles even losmaken. We hebben het pakketje losgemaakt. En natuurlijk zit onze unicorn erin. Oftewel Rainbow Bright Star. En wat zit er nog meer in? Er zit een lepeltje in om haar natuurlijk te voeren. Een bekertje om natuurlijk drink te geven. En een soort roerstokje of iets. Weten we niet helemaal zeker. We hebben hier nog het potje waarop ze natuurlijk kan poepen of kan plassen. Maar ook zit hier het bakje in waarin we het slijm kunnen opvangen. Oftewel, de poep. Natuurlijk hebben we ook nog de superleuke cadeautjes waar ik heel benieuwd naar ben. Ik ook, dus laten we ze snel gaan openmaken. Uit het eerste cadeautje haal ik Unicorn Shimmer. En ik heb een superleuk shirtje die ze natuurlijk aan kan doen. Yes! Ik heb hier Unicorn Sparkle en Unicorn Magic. Ik heb hier de drinkbeker en ik vind hem echt super schattig. Een broekje! Wow, deze superleuke sleutelhanger. Een borstel om de haartjes van onze Rainbow Bright Star mee te borstelen. En dan hebben we dit superleuke unicorn food om natuurlijk onze unicorn eten te kunnen geven. Want dat heeft hij wel nodig. Onze unicorn is wel een beetje naakt, dus we gaan hem even uitkleden met het leuke broekje en shirtje. We hebben onze Rainbow Bright Star aangekleed en hij ziet er super cute uit. Nu is het haar nog wel een beetje warrig, dus we gaan hem even borstelen. Hou jij hem vast, dan kan ik borstelen. De haartjes zijn geborsteld en er is het nu tijd om de unicorn eten te gaan geven, dus let's go! Ik heb de super schattige unicorn nu vast en ik denk dat het wel tijd is om hem eten te geven. Daarom pakken we nu de Unicorn Shimmer en dit is een pakketje met daarin Unicorn Shimmer. En dat gaan we even in dit bakje doen, dus ik maak hem open, heel voorzichtig. En dan doe ik dit in het bakje. Wow, dit zijn echt super coole glittertjes! Oh my god! We hebben hier het speciale lepeltje en hier het bakje met daarin de Unicorn Shimmer. En ik ga wat op het lepeltje doen en dat ga ik dan aan onze unicorn geven. Ik doe het in het mondje. En het allerlaatste schepje met de Unicorn Shimmer doen we in de mond. Woehoe. Onze unicorn zal vast dorst hebben, dus ik doe 5 ml water in dit bekertje. En ook dat ga ik aan de unicorn geven met het speciale lepeltje. Doe even wat water.
En dan nu het laatste slokje water. We hebben onze unicorn net wat unicorn shimmer gegeven en wat water tegen de dorst. We pakken nu dit bakje en die zetten we in ons potje. Zodat dat zometeen ons slijm kan gaan opvangen. Jullie dachten misschien dat wat we net hebben gegeven aan onze unicorn het echte eten was. Maar dat was slechts een soort voorgerecht. We gaan namelijk nu het soort van hoofdgerecht maken. Oftewel, dat gaan we maken in deze koele beker. We halen de deksel eraf, die leggen we even neer. En dan pakken we de unicorn food. We doen het hele zakje unicorn food in de beker. En dit is heel gek wit poeder. Aan de unicorn food gaan wij nu maar liefst 25 ml water toevoegen. Dat is best wel veel. Dus ik ga het hele kopje vullen. Yes. En dit gaan we nu in het bekertje gooien. Voorzichtig. Alles zit in het bekertje, dus ik draai nu de deksel erop. Die draai ik goed vast. Dan zet ik mijn duim op het rietje en moet ik dit maar liefst 30 seconden shaken. En het shaken is klaar. Ik heb het bekertje 30 seconden geshaked. En dan is het nu tijd om de unicorn te gaan voeden. Roos heeft de unicorn vast als een echte baby. Dus ik ga nu door middel van het bekertje er een beetje in knijpen. En dan de unicorn eten geven. En ik zie het eten er al uitkomen. Super cool. Yes! En de unicorn heeft zijn allerlaatste slokje van het drinken gehad. Nu moeten we de unicorn een soort van kleine raslagen laten maken. 15 seconden lang, zodat alles goed in zijn maag terecht komt. Dus let's go! En dit is dan de laatste raslag. Oké, nu moeten we het broekje uitdoen en hem op het potje zetten. Het broekje is uit zoals je ziet en nu gaan we hem op het potje zetten. Staat hij goed? Ja, volgens mij wel. Dan ga ik op het knopje klikken. 3, 2, 1. Ik zie allemaal slijm onderuit komen. Onze unicorn heeft dus gepoept. En als je je afvraagt waarom het hier zo nat is. Nou, ik heb net per ongeluk dit maatbekertje laten vallen. Dus onze hele ondergrond is nat. Maar goed, dat maakt niet uit. Onze unicorn heeft gepoept. En we gaan even kijken wat erin zit. Hou jij die unicorn vast? Dan haal ik het bakje eruit. En wow, wat cool. Er zit een soort van rozige substantie in met daarin glitters. Het wordt dus roze slijm. Maar dit slijm is nog geen slijm. We moeten het namelijk eerst even 15 tot 20 minuten laten staan. En als we dan terug zijn, is het als het goed is gewoon echt slijm. We zijn inmiddels 20 minuten verder en ons slijm is helemaal klaar. Het is super cute, want het is best wel klein en dat is gewoon heel schattig. We hebben de kleur lichtroze gekregen, maar we hadden ook de kleur groen kunnen krijgen. Of blauw of rood. Het ziet er zo uit en de glitters zijn ook super goed zichtbaar. Dus dat is heel cool. Maar we gaan het nu nog wat verder decoreren. Dus ik leg het even wat uitgebreider neer op het bordje. Dan pakken we de unicorn sparkle. En het zijn hele coole sprinkles. Dus doe ze maar open en dan gaan we ze erop gooien. Niet alles denk ik, want dan wordt het misschien te veel. Maar gooi het er maar op. Oké, ons zakje sprinkles is helemaal ploft. En het ligt hier echt onder de glitters. Maar goed, we gooien het even over het slijm heen. En we gaan het een beetje mixen. Onze hele tafel zit onder de sprinkles. Super cool, maar wel een troep. We gaan nu snel door naar de volgende stap. En we gaan de Unicorn Magic toevoegen. En dit moet de kleur van onze slijm gaan veranderen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben nu lichtroze. Dus we gaan dit eraan toevoegen. Het is echt een soort glitterpoeder. Dus we gaan het er overheen gooien. Wow, het is een mooi kleurtje. Cool. Ik ben het aan het mixen en het wordt echt een super gekke stugge structuur. We hebben het slijm gemixt en het is echt een hele coole kleur geworden. Het is een soort, ja, metallic roze volgens mij. Ja, dat noem je volgens mij metallic roze inderdaad. En het is echt heel erg mooi geworden. Er zitten allemaal soorten glitters in, leuke sterretjes. Ik ga het even van dichtbij aan jullie laten zien. En het is echt super cool. Ik ben er heel erg blij mee. Jij ook? Ja, ik vind hem echt super cool. En ik denk dat wij na deze video nog veel meer soorten slijm gaan maken met onze unicorn. Ons slijm is zeker weten gelukt. Maar je wil natuurlijk wel dat je slijm lekker slimy blijft. En dat je het eventueel mee kan nemen naar je vriendinnen of naar school. Nou, daar hebben wij een super handige oplossing voor. Namelijk de keychain, oftewel de sleutelhanger. En je maakt hem zeg maar aan de onderkant open. En dan moet je een beetje in het figuurtje drukken. En dan kan je hem hier gewoon in doen. Dus dan doe je hier slijm in. Dan doe je de deksel erop. En dan kan je het gewoon aan je sleutelbos doen en meenemen naar school of naar je vriendinnen.
Hoe handig! Ja, super handig! Dit was weer de video en ik vond het super leuk om dit coole slijm te maken. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook super leuk en ik vond het ook heel cool dat deze unicorn gewoon slijm kon maken. Ja, het is inderdaad best wel gek, maar ook heel erg cool. Ik vond het vooral heel erg leuk. Vond je deze video nou ook leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren. Maar vergeet vooral niet mijn Instagram te checken, want daar kan je een hele coole winactie vinden. En kan je zelf ook kans maken op dus een poepsie surprise unicorn die slijm maakt. Wij hopen jou in ieder geval snel te zien bij de volgende video. Dus doei doei!